Hallo veefokkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Expeditie de Boer op. We staan hier in Dronten, in Flevoland, het bedrijf, melkveebedrijf van mijn ouders. We zijn nu ongeveer 20 jaar geleden gekomen vanuit Noord-Brabant, omdat ze daar weg moesten voor de natuur. En toen zijn we hier dus in Flevoland terechtgekomen met onze koeien. We staan hier nu voor de machineschuur en hier ook staan de jongste kalveren. We komen meteen bij de op één na mooiste trekker van ons bedrijf, onze Valtra met de Pecon mengwater. Ook hebben we hier de jongste paarskalven staan. Er staan enkel alleen de fases met de eenboxjes en de groepshuisvesting. We staan hier nu voor de stal, we lopen nu naar binnen. Hier hebben we de linkerkant, de fases die groot genoeg zijn, die komen vanuit de schuur waar we net vandaan komen. Aan de andere kant hebben we nog een aantal eenboxen voor onze stiertjes, die zijn op het moment allemaal leeg. Hier komen we op de eerste voertang van het bedrijf, met aan de linkerkant het jongvee en aan de rechterkant. De melkkoeien. Hier hebben we nog een klein hokje waar we de koeien kunnen separeren en vaartkoeien kunnen neerzetten als die moeten kalven. We staan nu aan het einde van ons, de eerste stal. We kunnen zien wat voeren. We voeren een mengsel van kuil en mais en daarbij nog geplette gerst met andere extra toevoegingen. Het jongvee krijgt voornamelijk de niet lekkere delen van de kuil gemengd met stro voor de structuur. Lopen we naar buiten, dus links zien we onze kuilen. Hier hebben we onze mannetje staan. Waarmee we de mengwagen volgooien en het voer kunnen aanvegen. Als we verder doorlopen komen we op de plek waar onze koeien naar buiten gaan. Wij doen ze als het goed weer is, doen we ze naar buiten. Maar we doen gewoon in de ochtend, nadat we de koeien opgehaald hebben, gooien we deze deur open. Dan kunnen ze of hier de wei in, of hier de wei in. Maar daar staat nu natuurlijk de mooiste tractor van het bedrijf, de Vent. We staan nu op het land, achter de stal en het erf. Wij hebben in totaal ongeveer 64 hectare poldergrond en zeeklei. Typisch ziet aan de polder, windmolens. Het grootste deel van ons land gebruiken wij om ons ruwvoer te maken, dus mais en gras. Maar we verhuren ook een hoop. Dit omdat grasland is vraagt niet veel van de bodem, dus is interessant voor andere boeren om daar iets op te telen. Dus we verhuren een deel van ons land aan een bollenboer. Dus elk voorjaar hebben wij een stuk land de bollen in bloei staan. We verhuren een stuk land aan een pootgroenteler die aardappels teelt, die vervolgens consumptie aardappelen worden. En we verhuren ons land voor een stuk aan een bomenkweker die onderstammen teelt. Ook ruilen wij grond met de buurman. Dus dit jaar bijvoorbeeld de buurman heeft ui op ons perceel staan en hebben wij daar zien de verte dat onze ontploffen maait. We gaan nu achter de nieuwe stal. Hier gaan de koeien normaal naar buiten. Dit is dus het nieuwe deel van de stal. Die hebben we aangebouwd in de oude stal in 2011. Daar zijn we van 100 melkkoeien naar 140 melkkoeien ongeveer gegaan. We zijn nu iets teruggezakt naar 120 koeien. Je ziet een mooie open voergang. Koeien naar buiten kunnen kijken, lekker kunnen vreten. Nu zie je hier heel toevallig koe 156 voor 126. Die hebben beide al 100.000 kilogram melk gegeven. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op en we hopen er nog meer te krijgen. We staan in het einde van deze voergang. Je ziet de droge koeien. Die voeren wij in zeer droog rantsoen met een beetje mais, een beetje soja, kuil en stro voor structuur.
kunnen als het zomer is en het goed weer is, hebben we daar een klein wijkje waar ze altijd naar buiten kunnen om hem te chillen, zullen we maar zeggen. Naast de droge koeien hebben we eigenlijk direct een stroom zitten. Zodat we via deze buurt de droge koeien meteen, want ze denken, oh, die gekalven, kunnen we meteen overzetten. En als ze dan gekalfd hebben, kunnen ze meteen door dat gangetje daar droog op in. En dan komen ze daar weer via separatie weer uit. Zo kunnen we ook koeien vanuit de stal direct separeren in het stro. We staan nu in het oude tanklokaal. Hier zie je een grote watertank voor de water voor de koeien. En twee omvormers. Op ons dak liggen zonnepanelen. Die zonnepanelen die produceren precies evenveel energie als wij op jaar gebruiken. Dus wij gebruiken geen elektriciteit van net eigenlijk. Hier recht zie je de waterpompen en leuk, één pomp gaat naar de dakspoeiers. Dan houden we de daken weer koel, dus de daken waar geen zonnepanelen liggen. Zo houden we de stal lekker koel in de warme zomer zoals deze. We staan nu in de oude melkstal, oud omdat we die niet meer hebben. We zijn overstand naar robot. In 2011 hebben we twee Lely A4. En het melk eigenlijk hartstikke goed. Sindsdien nu melk ongeveer 11.000 liter melk. En 4.3 vet en 3.5 eiwit. Volgende koe hebben we weer te wachten. Totdat die gemolken kan worden. Verder doorlopen in de robotruimte hebben we hier de centrale kast en de tweede robot. Die loopt in de koeienstal. We staan nu op de roosters tussen de koeien. Zoals je ziet melken wij volle Holsteins. Die deden wij eerst altijd wel via de bekende rundveebeoordeling met de onderbalk bovenbalk, maar daar zijn we vanaf gestapt. Dit enkele jaren passen wij triple A toe. Dat is net iets anders. Je zoekt daar bijna een uniforme koe. En daar zijn wij nu ook aan zoek. Het is er nog niet helemaal af te zien, maar dat kost gewoon heel veel tijd. Hier nog snel kijken van bovenaf. We staan op de robotruimte. Dit is wat we gaan laten zien van ons bedrijf, van mijn ouders bedrijf. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden, dat je genoten hebt. En ik hoop jullie gauw weer te zien in de veevoederkamer.